Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, nu moet je wel. Perfect! Perfect, we hebben hem afgesneden. Bam, bam, bam. Go, go, go. Oh, perfect. Meteen alle andere mensen naai. Perfect, nog iemand. De meest besproken game afgelopen weken. Dames en heren, jullie zien het al op de achtergrond. Slither.io. Slither.io. Het is maar net hoe je het zelf wil uitspreken. De ene zegt Slither.io, de andere zegt... Het is in ieder geval met slangen en slissen. Hey kijkers van Michael Sturms. leuk dat jullie kijken trouwens naar deze video van Slither.io. Ah, ik heb geen idee hoe ik hem ga uitspreken. Maar wij gaan vandaag proberen een highscore neer te zetten en kijken of we in de top nummer 1 kunnen worden. Eigenlijk in de top 10 kunnen komen. Het is eigenlijk een super makkelijk spel. Je bent de muis, die zien jullie ook op de achtergrond. En met de muis beweeg jij dus je worm. Als je op je linkermuisknop drukt, dan ga je sneller... En oh, je zag die roze worm, zag je al snel gaan. De bedoeling is gewoon zoveel mogelijk balletjes en eigenlijk zoveel mogelijk andere wormen te slim af zijn. En hun even een poepie te laten ruiken door even flink goed te bewegen. Waar de hel gaat, komt deze hele worm vandaan? Holy ships. Moet je kijken, dit is nice. Um, als je klikt, trouwens, dat ga ik je ook meteen uitleggen. Zodra jij klikt, word je ook kleiner. Dus gaat er ook een soort dingetje van je af qua snelheid. Uh, je kan dus proberen mensen slim af te zijn. Dus ze dus een beetje, uh, ja hoe moet je dat zeggen, een beetje flink te gaan naaien. Zo kan je het noemen. Zo, hier is iemand doodgegaan. Dus dan pakken we eigenlijk al deze dingetjes op. En je moet pro- oh! Wow, 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 wow. Rustig, rustig, rustig. Oké, okay, die groene die was dus al met iemand bezig. En daar zit ook nog een andere grote rode bij. Laten we even kijken wat ons plan is. Uh, die groene, ik heb geen idee wat die groene van plan is. We hebben op zich al een redelijke lengte. We moeten eigenlijk zien te kijken of we iemand flink kunnen pesten. Dat zou het leukste zijn als we dat al vrij snel kunnen doen. Dan kan ik jullie een beetje laten zien wat de bedoeling is. Waarschijnlijk hebben jullie het al vast ergens anders gezien hoor. Maar uh, oh hey, daar is iemand dood gegaan. Heel nice. Gaan we gewoon rustig doen omdat er niemand bij is. Hoefen we hoeven ons ook niet te haasten. Wow! Hier, let op. Hier is iemand doodgegaan. Dus hier gaan we de snelheid maken om dit op te pakken. Heel nice, dit. Hoppa, Kijk. Pakken we dit op. En we hadden eigenlijk flink hard genuid kunnen worden. Net zoals nu. <hast> Kijk, dat bedoel ik dus. Ah! Oké. Okay. Poging nummer twee. <laughs> Dit Gacy Game gaat zo snel. En moet je nagaan dat we al redelijk groot waren, maar ook weer zo snel dood zijn. We zijn in ieder geval 409ste van de 480 mensen die er zijn. 454 nu nog over. Holy moly, kom op. Dit mag gewoon een beetje goed gaan. We pakken hier gewoon even flink. Oeh. Oh my god, check dit, check dit. Oh my god, oh my god. Oh my god, destroy hem ook nog eens. Oh, GG. Kijk hoe groot we zijn. We zijn in één keer 85. Nummer 85 in de game. <laughs> Holy moly. Daarom zeg ik, de game kan zo hard veranderen zonder dat je het zelf doorhebt. Holy moly. GG. We zijn in één keer 56ste nu in de game. Holy frietsaus, Dat ging even flink hard. Ja, nu moet je gaan kijken van wie is je volgende doel. Hier zit dus ook al een regenboogwurmpie. Rond slingeren. We kunnen daar wel omheen gaan slingeren... Maar dat heeft vrij weinig zin. Hier hebben we een paarse worm. Die zit flink in de Penari, trouwens. Holy ships. Oké, okay, die maakt een rondje om zijn eigen as. Trouwens, dat kan je dus ook. Je kan over je eigen worm heen gaan. Of althans over je eigen lichaam van je worm. Maar zodra er iemand zich voor jou heen slingert. Moet je wel eigenlijk proberen zo snel mogelijk een uitweg te zoeken? <laughs> kom erop, kom erop. Daar gaan we. Huppatee. Trouwens, het zou super awesome zijn als je op het duimpje omhoog drukt. zo zou ook heel tof zijn als we een flink wat likes kunnen halen. Dus uh, ik hoop dat jullie eigenlijk mezelf op het duimpje omhoog drukken. Uh, ondertussen zit hier ook weer een worm te kloten. Wow, 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 wow. Huh, ja, nee! Oh my god, ik was te greedy. Oh. Er zit daar nu zo'n gigantische worm. <laughs> en we zijn weer super klein. Als we maar in die top 10 komen, dan vind ik het prima. Top 10, dat is ons doel. Misschien nog wel de eerste plek ook halen. Dat zou echt super awesome zijn. Kom op. Daar gaan we in de top 10. Dat is wat we willen. Top 10, daar gaan we voor. Even kijken. Het kan ook zijn dat je in wordt gesloten. Dus pas op voor mensen die je proberen in te sluiten. Dan ben je gewoon een pineut. Dan blijven ze net zo lang rondjes om je heen draaien totdat jij een paar centimeters verspeelt. En dan ram ze hem zo bij je ervoor. Oh my god. Hier zit een hele grote. Oeh, jammer. Kijk, zie je? Deze, deze gast is dus ingesloten hier door Kevin. Met dat mooie grijze wormpje pakje. Die, die heeft iemand ingesloten. En die heeft dus eigenlijk hem kapot laten gaan. En daardoor heeft hij dus eigenlijk die worm kunnen killen. Het leuke is, je kan gewoon met één hand spelen. Dus het speelt ook echt super relaxed. Even kijken. Hoppatee. We gaan rustig naar boven. Daar was de drukte. Ik wil natuurlijk wel weer de drukte opzoeken. Want anders groeien we een totaal niet snel. We moeten wel oppassen dat we niet snel doodgaan. Oh, kom op. Oké, okay, daar is eentje kapot. Kunnen we elkaar op opheen spieren, maar heeft geen zin. Ten slotte zijn we grote worm. Dus we kunnen nu al redelijk veel dingen uh, doen wat we zelf willen. Nummer 65 zijn we, rank 62 zijn we nu. Kom op. We moeten eigenlijk een grote worm naaien. En dat zou het mooiste zijn. Als we een grote worm naaien, dan hebben we het goed gedaan. Hier zijn allemaal kleine wormen. Hier links zit een grote. Echt een grote. Die is al meerdere keren over zijn eigen as gegaan, zie je. Dat dacht ik al. Hier heeft dus iemand gekillt en die gaat dan alleen maar over zijn eigen as. Hoppa. Kijk, bam. Perfect toeslaan. Hier, boom. Hoppatee. Zie je? Meteen toeslaan. Meteen toeslaan. En nu zijn we level of nummertje 46. Heel nice. 46 zijn we, hoppatee, 42. Altijd goed opletten. Het voordeel is als je groot, wat ik zei, over je eigen as. Zodra je denkt van, oh dit kan niet, dan moet je gewoon direct boom, meteen draaien. Maar een, een nadeel van een grote worm, heb je natuurlijk een veel groter uh, draaias heb je dan. Maar je moet proberen zoveel mogelijk te draaien. Jammer jongen, helaas. Kijk, deze probeerde mij dus te naaien. Dat kan, dat kan dus ook. Hop, even kijken wat hij doet. Hier zit dus nog een worm. Kijk, zie je? Hij ziet mij aankomen. En meteen gaat hij weg. Zag je dat? Hoppetee. Nummertje 31. Dit klinkt goed. Ik ben positief. Nummer 31. Oh, we zijn weer 33. We zijn wat gezakt. Dus er is iemand die weer iemand anders heeft opgegeten. Hier zit nog een mooie regenboogworm. Even kijken wat we gaan doen. Even kijken, hier zit deze andere dude. Ik wil hem eigenlijk even weg hebben. Ik wil hem dood hebben. Die grijze die boven ons zit nu. Waar gaan we heen? Die poeies poeies, die zit achter mij aan. Jammer jongens. Heel jammer dit voor jullie. Oh my god, ik doe het nu zelf ook. Oh, wat ben ik een sukkel. Nee joh. Ah, dit is zo stom. Dom bedoel ik. Dom is het beste woord wat we kunnen zeggen. Nu moeten we proberen een van deze gasten te pakken. Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, nu moet je wel. Perfect! Perfect, we hebben hem afgesneden. Bam, bam, bam. Go, go, go. Oh, perfect. Meteen alle andere mensen naaien. Perfect, nog iemand. Perfect. Oh, nee! Oh, ja hoor. Bingo. Zo doen we dat. Hoppatee. Meteen een heleboel mensen afsnijden. Kijk, hoppatee. Oh, wat? Meteen door. Nee! Oh, ik zweer! Ik, ik dacht dat ik voor hem was! Ah, ah damn it! Oh, ah, was weer een goede actie. John Cena. Ik heb hem genaaid, die grote worm. Kijk dan. Oh. Nee! Oeh! Oké, okay, en ik ben in één keer nummertje 56. <laughs> Kijk hoe hard ik hem genaaid heb. Oh my god. Ook niet een klein beetje ook zeg. <laughs> Jammer jongen. Je kan veel proberen, maar zo stom ben ik nou ook weer net niet om daarin te trappen. Hoeveel ben ik? Hoeveel ben ik? Nummer 23. Nummer 23. Nummer 18 ben ik nu. 19. Oh my god. Oh my god. Nummer 20. Omdraai, oh, omdraai, omdraaien, omdraaien. Oh, perfect. Nummer 15. Nummer 11. Ik ben nummer 11. Nummer 11 ben ik. Oh, nummer 8. We staan in de top 10. We staan in de top 10. Nice. Nice. Er is alleen nog slang die drie keer zoveel meer heeft dan dat wij hebben, maar dat geeft niet. We staan in de top 10. We staan nummer 7 nu. Oeh. Nice. Oh, nummer 6. We staan nu nummer 6. 7 weer. Oeh. Nice. Nummer 6. Laten we dit vasthouden. Nummer 7, nummer 8 staan we nu weer. Oeh, we hebben de top 10 gehaald, mensen. Ik ben al helemaal tevreden nu. Ik ben echt tevreden. Oh my god, GG. Wat probeer je nou, jongen? Wat probeer je nou? Ik probeer mij nou te vermoorden, hè? Zie je allebei meteen weggepoesied? We staan nummer 9. Dat is echt. Ik vind het echt mooie nummers, hoor. Gaat weer iemand dood? Ik wil die regenboog die hier hebben. Die zit, een, die zit een beetje raar te doen, volgens mij. Hij gaat hier omhoog. Kijken waar hij naartoe gaat. Kijken wat hij van plan is. Hij gaat naar rechts. Oh wow, deze worm is net zo groot als dat ik ben. Oeh, nice. Weer iemand dood. We zijn uit de top 10 daardoor. Hoe dan? Dit is onze kans. Oh, top 5. Nee! Oké, okay, we hebben de vijfde plaats gehaald. Ik vind het applaus waard. Mensen, hartstikke dus bedankt voor het kijken naar deze Slither.io. Hopelijk vond je het leuk. Druk je op het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanst. Dus, mocht je dag een beetje Superheld. Hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. En misschien moeten we het nog een keer doen. Daarom zeg ik tot de volgende keer. Misschien laat even een reactie achter. En zeg tegen jullie mensen, zoals gewoonlijk altijd. Ciao! Yo!